Welkom bij Rolande. Ik ben Milou en vandaag ga ik alles te weten komen over LNG. LNG, Liquefied Natural Gas. Wat is dat nou eigenlijk en wat zijn de voordelen ervan? In deze serie ga ik daar achter komen. Ik heb gehoord dat er ook trucks zijn die rijden op afval. Nou, daar wil ik natuurlijk alles over weten. Vandaag ga ik in gesprek met Herbert. En Herbert kan mij alles vertellen over bio-LNG. De vorige keer vertelde je me al dat er nu al heel veel trucks rijden op bio-LNG. Klopt. Wat zijn de voordelen er dan precies van? Het grote voordeel is de CO2-reductie. En we kunnen tot 100% CO2-reductie halen met bio-LNG ten opzichte van de huidige dieseltrucks. En dat is uiteraard hard nodig om feitelijk onze doelen te halen die we in Europa hebben gesteld voor 2030 en 2050. Ander heel erg groot voordeel is dat het nu beschikbaar is. Ja. Er wordt heel hard gewerkt wereldwijd, dus aan andere alternatieve brandstoffen. Maar er is geen brandstof voor het zware wegtransport wat nu al beschikbaar is. En bio-LNG wel. Dus dat is, ik denk dat die twee, die wegen echt absoluut het zwaarste. Om naar 100% bio-LNG te kunnen komen en dus echt richting die 100% CO2-reductie te komen, hebben we nu al een blend. Een blend? Kun je dat toelichten? Ja, ik snap het. Een blend is een mix van LNG en bio-LNG. Het is hetzelfde stofje. Dus alle bio-LNG wat nu beschikbaar is, kunnen we bijmengen met LNG. En dat gaat niet om 1 of 2%. Hè. Dan praat je echt over 20, 30, 40% wat we nu al bij kunnen mengen. Maar uiteindelijk willen we richting de 100%. Ja. Vorige keer had ik ook al verteld dat bio-LNG uit afval wordt gecreëerd. Daarmee creëren we ook een meer lokale, circulaire economie. Kun je daar een voorbeeld van geven? Vorige keer heb ik ook aangegeven dat huishoudafval, organisch afval, dat er biogas van gemaakt kan worden. Het kan ook vanuit restproducten vanuit supermarktafval. Producten die over de datum zijn, dat gebeurt ook echt al. Dus die supermarktmix, zoals dat heet, die wordt verzameld. Er wordt biogas uitgemaakt. Daar kan bio-LNG van gemaakt worden. En uiteindelijk kunnen dus de vrachtauto's die de supermarkten bevoorraden, die kunnen rijden op dat bio-LNG. Dan praat je echt over een hele lokale circulaire economie. Dus dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van wat er nu al gebeurt. Er zijn dus heel veel voordelen om te rijden op bio-LNG en nu al over te stappen op een duurzame transport. Dankjewel voor je uitleg, Herbert. Jij bedankt. Dit was nog maar het topje van de ijsberg. Wil jij nog meer van dit soort filmpjes zien? Kijk dan op onze website of volg ons op social media.